ja, die ijsbeer die gedraagt zich net zo hufterig als wij met de wereld omgaan. Ja. Hij pist. Ja, dan naar een ander groot transport. Want de pissende ijsbeer is vandaag vanuit Groningen weer teruggekeerd naar Arnhem. Het metershoge kunstwerk van Florentijn Hofman reist door heel Nederland om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Vanochtend om 10 uur arriveerde de pissende ijsbeer bij het atelier van kunstenaar Florentijn Hofman in Arnhem. Die worden niet warm van. Gelukkig is de chauffeur van de dieplader wel wat gewend, want het gigantische kunstwerk van zo'n 6 meter hoog mag natuurlijk niet beschadigd worden. Het moet binnenkort namelijk weer op reis. Het werk is in Amersfoort geweest, nu Groningen. En kan zomaar weer naar een andere plek gaan waar die de urgentie duidt. Er zijn natuurlijk dingen aan de hand in de wereld. En daar protesteert deze 6 meter hoge ijsbeer tegen. Hier in Amersfoort zien we de pissende ijsbeer in volle actie. Die ijsbeer die gedraagt zich net zo hufterig als wij met de wereld omgaan. Ja. Hij pist waar hij wil. Ik vind het gewoon grappig. Ja, echt kunst. Maar zoals dat gaat met kunst, de pissende ijsbeer zorgde ook voor een relletje in Amersfoort. In dit geval was het zo dat bewoners hier toch ook 's nachts een beetje wakker werden van al het geplas. We hebben gevraagd aan de beer of die zijn plasje kon inhouden 's nachts. Tussen 12 en 7 plast hij even niet. Dus gemeentes die hem wel willen hebben, let op, je kunt hem wel horen. Naar welke plaats de pissende beer straks op reis gaat, dat is nog niet bekend. Op internet wordt al het voorstel gedaan dat hij heel goed zou passen naast de Hofvijver in Den Haag. Dan is hij een goed gezelschap van de grootste zeikerts van Nederland, al is het internet. Ja, ik kan daar lekker klateren, denk ik. Prachtig dat het ook inderdaad zulke verhalen losmaakt. Dat is wat kunst doet.